zo ziet mijn wrap er dus lekker uit. Wat ben jij mooi. Ja, wat ben jij mooi. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen. Karen en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 24 september 2021. En zoals je wellicht op de klok kunt zien, is het 4:10. Ja, ik open deze vlog laat, maar dat heeft een reden. Maar dat laat ik jullie zo meteen weten. Maar eerst ga ik even wat eten voor mezelf maken. Dus heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Zo, nou, ik zal even terugkomen, want ik ben niet helemaal helder. Ik ben wel wakker, maar ik ben al een hele tijd wakker. Maar ik zou dus eigenlijk vandaag bellen voor de tijdindicatie voor maandag 27 september voor mijn operatie. Die had ik. Want Rodi was thuis net rond 11:30 of zo, 12 uur. Rond die tijd of zo. En dus ik heb samen met Roderick het ziekenhuis gebeld om te kijken voor een tijdsindicatie. Nou, die kreeg ik 7:15 moest ik mij melden bij het ziekenhuis. En nou ja, net ongeveer, wat zal het wezen, een uurtje of 2:30 of zo, 2:15. Werd ik weer gebeld en door het ziekenhuis met het nieuws dat mijn arts, die dus me eigenlijk zou gaan opereren, niet kon of had afgezegd voor die dag, geen idee. Maar nou wordt het dus 2 dagen later, dus de woensdag, en ik word maandag weer gebeld. Dus ja, dan begrijp je het wel dat ik even heb liggen huilen op bed en gewoon even nergens mijn zin in had, gewoon zoveel pijn. En ik kan wel weer naar het ziekenhuis toe gaan om dat te gaan doen. Om weer een verdovingsspuit te vragen. Maar wat heb ik daar weer aan? Nog even, en ik heb helemaal geen pijn meer. Maar dan zit ik over een paar maanden weer. Dat ik wel, misschien wel weer pijn heb. Ik weet het niet. Dus ja. Dus dat wordt 29 september en ik word maandag 27 september weer gebeld voor een tijd. En dat wordt dan weer een hele andere ziekenhuis waar ik eigenlijk niet naartoe wil. Dus we gaan het meemaken. En het is mooi weer. Ik wil er eigenlijk nog even uit samen met Ro. Morgen gaan we weer naar Den Helder. Ook even naar mama toe. Die heeft een kut weekend gewoon. Dus ja, we gaan het meemaken. Het is niet anders. Nee. Dus ja, dus dat. Huh? En nou begin je weer in één keer te filmen. Handig, ik weet niet wat ik deed, maar hij begint zomaar in één keer weer te filmen. Ook leuk. Ik ben nou dus mijn wrap aan het maken. Met wel een beetje waterige ogen. Ik heb er ook aan de telefoon, maar die is bij zijn ouders. En ja, ik heb dus een wrapje. Dan heb ik dus mijn lactosevrije smeerkaas. Ik zal even het dingetje dicht doen. Kijk, dat is deze. Heb ik dus. Dit is een lactosevrije smeerkaas. Dan heb ik de spitskool erop. Dus deze is dan die. Dan heb ik kipfilet erop. Lekker gewoon een plakje kipfilet. Dus dan pak ik ook altijd gewoon eentje zo los. Lekker. Gewoon even een beetje om op te smikkelen. Moeken. Dan heb ik hier een schilmesje. Komkommer. En dan zo dun mogelijk en de plakjes. Is een beetje te dik, maar dat doe ik altijd. Zo dun mogelijk, kijk maar. En het kan nog dunner hoor, bij mij. Maar.
En dan doe ik gewoon plakjes en een keuze wat ik zelf wil. Is nog een beetje en te dik. Ik wil niet echt wat ik wil, jongens, vandaag. Nee. En dit is rauw, die jullie horen. Ik wou ophangen, maar toen zei hij van, doe maar niet, van, stel, je wil echt even weer praten. Dan kun je gewoon eigenlijk een soort van even oppiepen. Dus doe je maar gewoon even, ja, het is op mute, want hoor je mij wel. Maar ik jou niet. Want zijn ouders die willen dat niet. Want dan voelen ze zich afgeluisterd. Maar ja, dat is van de oude garde, maakt niet uit. Ik kan het soms wel heel goed vinden met zijn vader dan. Met zijn moeder altijd. Maar met zijn vader is het soms een beetje wrikken en vrieren. Om het zo maar te zeggen. En dan doe ik een champignon erop. Want hier zit ook heel veel eiwit in. Zo. Hartstikke mooi. Lekker. En dan pak ik nog een champignon zelf opeten. Yummy. Heerlijk. Vind ik wel. Alleen ik ben niet meer zo veel, maar momenteel maar niet meer. Kijk, ik kom er even bij. Doe ik even, wel even opnieuw. Even opnieuw. Ja. En dan doe ik iets en is ongezond eigenlijk. Lekker op. Deze. Ga ik er nu op doen. Lekker. Heerlijk. En eigenlijk weer een beetje en zoveel mogelijk. Een beetje ongezond, maar... Want brood krijg ik niet weg. Nee. Zo, nog een beetje champignons. Zo. En dan ga ik het even filmen wat ik dus hier op heb en hoe ik het een beetje in elkaar ga bouwen. Oké, okay, hier dus een wrap, zoals je kan zien. Erg lekker. En dan vouw ik het eigenlijk op als een bedje. Dan pak ik hem hier. En soms dan wil die niet doen. Ik heb ook wel heel veel erop, dat weet ik ook. Maar maakt niet uit. Doe ik het even een beetje zo. Doe ik wel eens vaker zo op deze manier. Zo. Nou, hier heb ik dus mijn wrap. En dan ga ik hem dubbel vouwen. Dat is één. Ja, er komt heel veel uit. I know. En dan pak ik hem hier weer. Lekker. En dan pak ik hem weer aan deze kant. Zo. En dan is hij dus zo. En dan is het lekker. Wat ik dan wel eens doe... Dat is gewoon even een cocktailprikketje. Gewoon er even doorheen. En hij blijft. En zo ziet mijn wrap er dus lekker uit. Lekker, lekker. En dan pak ik dus eerst hier. Dan ga ik het hier op eten. En dan blijft het hier dus mooi droog, zeg maar. Ja. Ik kan niet. Ai, schat. Wat ben jij mooi. Ja, wat ben jij mooi. Hi. Mooie oogopslag heb jij. Hi. Ja, maar alles is anders interessant, zeg maar. Hé? Ja. Hi. Hi. Geweldig. Wat ben je mooi. Hé? Ja, ik krijg kusjes voor jou, hè. Ze kan ook zingen. Ja, ik ken het. Hè? Ja, I know. Ik heb thuis 3 honden. En de oudste, dat is een kruising van 3 honden. Ja. Totertje. Ja, een totertje hier. Ja. Heerlijk. Nou ja, ik had een eitje bij jou. Is dat zo? Een eitje. Ah, oh, lief. Sorry. Ah. Klein eitje maar. Kleintje. Oh, wat lief. Blij mee? Ja. Hoe blij?
kus. Ja, kus. Heel nou, blij. Nou word ik niet blij. Ja, maar ik wel kus. Eentje dan. Ja, Ro, ja. Ro is daar niet zo van, ja, van de kusjes. Dat gaat in. Ja, dat is mooi. Hier ook. Een stukje. Dat mag niet. Veranderen met 25 verrassingsdingen. Dus ja, er komen nog een hoop leuke dingen aan. Misschien dat we vanavond een eitje alvast in het water kunnen zetten. Ja, en dan koken, dan lekker opeten. Nee, die niet. Die niet? Andere eieren. Die en die andere verrassingseitjes. Oh, die andere eieren. Ja, oké. Okay. Ja, gewoon eerst eentje doen en dan gewoon in een glas met water. Je steekt een ding uit. Ja, dat kan ik pakken. Dus, ja, dus deze heb ik al. Dankjewel, mijn moppie doppie. YouTube, hey, smashers, YouTube. Die ga ik even kijken straks. Later vandaag. Nou, ik doe hem weer achter. Helemaal. Dankjewel, mijn moppie dop. Niet stuk maken, dus maar één van. Ja, alleen ik wil hem wel weer even een tasje hebben. Lijkt me handig. Ja, mensen, ik weet, ik heb pijn. Maar oké. Alles voor. Wat is er? Wat? Ik wil hem achter zetten. Dat doe jij ook. Doe maar. Ga jij maar even achter zetten dan. Kijk, maar het ligt er wel goed bij, hè? Het loopt niet weg, kijk maar. Ja, het ligt prima daar. Ja. Nou, wij gaan even wat leuks doen, dus veel kijkplezier bij een andere vlog. Zo, Roderick is eventjes bij de winkel geweest. En deze is voor jou, lekker appelenmoes. Appeltje voor, gewoon een appeltje voor geschild. Ja, ja. Oeh, croissantekes. Chocolade croissantekes. Cassava kroephoek, lekker. Cassava kroephoek, lekker. Oeh, die zijn ook lekker. Ja, citroensmaak. Die is lekker, schat. Citroensmaak, hè? Voor zometeen nog onderweg. Oeh, en vanmorgen. Ja. Yes. Oeh, ja, kaas. Hoeveel die kosten? Deze? Ja. Een euro per stuk? Bijna wel. Oké. Wat is bijna? 1,99 voor 2. Oh, dat is. Waarom staat het geld bij 50 cent? Ja, oké, okay, maar. Die krijg je weer terug. Dat is de prijs 1,99. Ja. Oeh, lactose kaas. Dammetjes. Ja, lekker. Nou, ik zie zo. Ik kan het alleen nog eten, hè? Niet, jammer. Wou ik net doen. Nee hoor. Hey, en ik merk wat. Wat is op deze? Ik vraag wel eens even aan Ro. Ik kan hier niet tegen dat dit dus. Kom ik nou pas achter? Nu pas. Beetje laat, hè? Ja. Doe ik even dit daar. Even hier. Auw. Dit doet zeer, maar ik doe het wel, want anders kom ik er niet. Nee. Anders kom ik er niet. Nee. Oeh, mooie Scania. Oeh, hele mooie Scania. Je mag wel een beetje gewoon dat je. Wel even, lief. Je weet hoe het moet, dus alsjeblieft. Zo, zoals jullie weten heb ik dus deze mooie eitje gekocht bij de Action. Ja, daar ben ik heel blij mee, deze. Dus we gaan hem even in een glas doen. Ik doe eerst eventjes het water eruit. Dat had ik net even ergens anders voor nodig. Tralali, tralala. Ja. Oeh, spannend. Oeh, spannend, spannend, spannend. Een groeiei. Ja. Gaan die er vanaf halen? Deze er vanaf. Oh, hij is al een beetje kadoeka. Maar hier heb je twee gaatjes en hier heb je een gaatje. Dus ik ga hem hier in deze glas doen. Ja. Helemaal geweldig, helemaal mooi. En dan ga ik er water in doen. Zo.
En nu mag je gaan groeien. Dus het is nu deze tijd. En dan gaan we het meemaken. Het is dus nu vrijdag de 24e. En dan is het bijna dus 9:10. Kijk hem lekker even wassen dan. Hé, manneke. Nee, ik film jou. Dan moet je niet komen. Nee, kom. Ja, je bent heel lief. Ja, dankjewel. Ja, ik vind je ook heel lief. Jo, nee, we gaan niet op mijn schoot. Nee. Ja, het is nou vals licht. Kom, 1, 2, ga ze van de kant. Kom. Ga eens die kant op. Nee, kom. Speed, nu even niet. Ja, dan kun je wel dit doen. Met je poten naar... Met je poten, jou. Met jouw oren naar achteren. Nee, ik ga niet met jou spelen. Dan krijg ik hem niet. Zo, oké. Okay. Ja, je bent lief of vent. Ja hoor. Ja, een hele goede avond. Ja, zoals je ziet lig ik al lekker op bed. Dat betekent dat ik deze vlog gezellig met jullie ga afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet een leuke reactie achter te laten. En dan zie ik je morgen weer bij een gloednieuwe vlog. En vergeet het belletje niet. Laters. Doei doei.